anderhalve eeuw kent Grave een Graafse courant. Voor het eerst verscheen deze in 1852. Totdat deze titel in handen kwam van uitgeverij Talvi, die ook uitgever is van de Arena Lokaal. Sinds deze week is de uitgever van De Bok, de Boksmeerse krant, en De Stier, de Kuikse krant, met een nieuw initiatief in Grave. Aan de initiatiefnemer, uitgever Ronnie Baumler van het grafisch huis Boksmeer, wat hij van Grave vindt. Ja, Grave is een prachtig stadje. Ik bedoel, vroeger heb ik het er alleen maar, ken ik het eigenlijk alleen maar van het voetballen. En nou ja, de laatste tijd wat beter. Omdat we hier natuurlijk volop aan het pionieren zijn geweest met onze nieuwe Graafse krant De Graaf. De Graaf, met AE. Met als ondertitel De Graafse Krant. Een krant voor heel gemeente Grave. Wat straks behoort tot de nieuwe gemeente Land van Kuik. Twan Domen is de hoofdredacteur. Wat is de opzet van deze nieuwe krant? Ja, een heel gemêleerd artikelenaanbod. Dat gaat van sport en cultuur, maar ook een stukje politiek, ook een stukje gemeente. Ondernemers niet te vergeten. Ondernemers willen ook graag een platform, een print lokaal. En ja, dat lokale en dat ondernemers, die krijgen ook een plekje. Dus eigenlijk iedereen, maar ook de carnaval, de evenementen, de activiteiten, een bierfestival, een wielerronde, al dat soort aankondigingen. We willen gewoon een totaalkrant zijn voor Grave. Vandaag de primeur voor een nulnummer. En, ja, veel mensen gesproken volgens mij. Wat waren de reacties? Nou ja, dat is ook wel het grappige. We hebben gezegd, we gaan zelf onze eigen krant rondbrengen. Ik ga dat niet iedere keer doen, maar ik vond het voor het nulnummer, zeker ook qua promotie en bekendheid, vond ik het wel leuk omdat we het met ons eigen team gingen doen. En ja, de reacties van de mensen, maar ook van de winkeliers, is gewoon geweldig. In één woord. Hele positieve reacties, alleen maar lof. En ik moet ook zeggen, want dat wil ik niet vergeten, ik wil ons team, de mensen die betrokken zijn geweest vanaf het moment, want we hebben eigenlijk gewoon een huzarenstukje geleverd, dat we in zo'n korte tijd zo'n mooie krant hebben kunnen maken. Ik bedoel, het is 3 maanden geleden dat de inwoners van Grave, de gemeente Grave, eigenlijk besloten heeft om alsnog toe te treden tot de nieuwe gemeente Land van Kuik. En daarbij eigenlijk op dat moment gingen we onderzoeken, eerst in overleg moeten we wel, moeten we niet een eigen krant, kunnen we misschien met een andere krant gaan samenwerken. Nou, uiteindelijk is dan de keuze gemaakt, we gaan toch zelf een eigen krant beginnen. Van het ontwerpen tot van het logo, van hoe gaat die eruit zien. We moeten een Graafs team gaan formeren. Nou, Twan en ik zijn nu aardig wat avondjes en middagen hier in Grave geweest. En Brabantse nachten duren lang, maar Graafse inmiddels ook zijn we achtergekomen. Mensen buiten Grave die toch het nulnummer willen lezen, waar kunnen ze de krant halen? Nou, er zijn een aantal verzamelpunten waar we de krant allemaal neerleggen. Dat zijn de verschillende supermarkten die er zijn. Stadshuis. Op slot van rekenen. Grave is een stad. Stadshuis dus, bibliotheken. Ik heb de lijst zo niet allemaal in mijn geheugen, maar een aantal verzamelpunten. En uiteraard kan men ook naar Grafisch Huis bellen. En dan kunnen we altijd nog kranten nabezorgen voor de liefhebbers. Dus, ja, wat goed. Ja. Ik kan me voorstellen voor het e-nummer dat mensen al artikelen hebben of ideeën hebben. Dan kunnen ze contact opnemen met de redactie? Ja, gewoon zijn er verenigingen, instellingen, gemeenten natuurlijk. Weet om ons ook te vinden. Maar stuur gewoon berichten naar ons op. Bestook ons met informatie. Welk adres? Redactie
degraafsekrant.nl. Ja, dat is ook een beetje wennen. Ja, maar dat is een beetje wennen. Redactie@degraafsekrant.nl. Ja, precies. Nou, we gaan jullie volgen en heel veel succes wensen.